We beginnen met een van Nederlands topbassisten uit de geïmproviseerde muziek, Wilbert de Jode. Op woensdag 29 januari geeft deze meestermuzikus een concert bij de Yin in Lux. De muzen reisden af naar het Bimhuis in Amsterdam om de Joden te bevragen over improvisatie en de wijze van zijn musiceren. Wilbert de Jode, hartelijk welkom in ons programma. Dankjewel. Voordat we gaan praten over jouw muzikant zijn, zou ik het graag heel even willen hebben met je over de improvisatie die je speelde. En wat me heel erg fascineert aan improvisaties is, wat denk je of denk je überhaupt niet? Denken in de zin van rationeel beslissingen nemen, dat is... zit mij heel erg in de weg, dus dat schakel ik uit. Aanvankelijk toen ik begon met improviseren, dan lukt dat niet altijd, omdat je toch heel bewust bent van dat je met mensen samenspeelt en dan ga je afvragen of je wel de juiste beslissing neemt. En dat soort gedachten, die blokkeren eigenlijk echt een muzikale beslissing, in ieder geval voor mij. Dus daar heb ik heel hard op geoefend om dat... om dat uit te schakelen. En ik zal proberen kort uit te leggen hoe het voor mij nu werkt. Ja. Dus, afhankelijk van hoe mijn bas het wil doen,
En afhankelijk van de ruimte waar ik in speel, begin ik simpelweg met een of andere noot. Zelfs daar denk ik niet over na. En dan de klank en de energie die dan ontstaat, daar krijg ik al zoveel informatie en inspiratie door, dat ik de volgende beslissing kan nemen. Dus dit doet het niet heel goed nu op deze plek. Dus dan, nou ja, dan ga je de bas langs. Dit is iets wat nu hier op dit moment mooier klinkt. Nou, dit is... Dus op die manier, eigenlijk zet je gewoon energie in de ruimte en vervolgens probeer je zo dicht mogelijk bij die klank en die energie te blijven, omdat daar gewoon de informatie zit van wat er verder nog kan. En zo komt het, van het een komt het ander. Maar het zijn geen rationele beslissingen. Ik denk niet na van, dit is een des en dan zal ik nu eens een F daarbij spelen. Dat soort gedachten heb ik niet. Ik kan wel, er zijn ook mensen die dat op die manier wel doen. Maar ik denk dat ik meer van de intuïtieve soort ben. Maar nou begon je net bijvoorbeeld met flageoletten, zoals dat dan heet, die boventonen. Ja. Is dat... ook geheel instinctief, of bedenk je dat wel van tevoren om een startpunt te hebben? Nee. Zo werkt het echt niet. Ik speel al heel lang. Gelukkig ben ik iemand die bij het minste of geringste geluid de muzikale mogelijkheden ervan hoort. Dus zodra ik die bas uitpak. En dan en de hoes komt hier langs. Dan. Hey. Daar kan je al een liedje van maken. Dus dat is gewoon een toeval. En dat geldt voor dit ook. En als ik die bas aan het stemmen ben, gebruik ik flageoletten. En als die flageoletten op dit moment in deze ruimte heel mooi klinken, dan kan je daar gewoon wat mee doen. En dat kan het beginpunt zijn van de improvisatie. Zo simpel. Maar betekent dat dan dat voor jou muziek in eerste instantie vooral klank is? Absoluut. Maar wel georganiseerde klank. Het is zo verschrikkelijk mooi om als muzikant... En ook... Het is zo ongelooflijk sterk en mooi om als muzikant de mogelijkheid te hebben van de stilte... om te zetten in geluid. Daar denkt bijna niemand meer over na. Want iedereen... ja, spelen. Maar... dat was waarschijnlijk te hard voor de opname, maar... en het hoeft ook helemaal niet zo hard natuurlijk. Maar dat moment... dat stilte opeens klank wordt. Een totaal andere wereld ontstaat. Dat is zoiets moois. Dat is ongelooflijk. Dat is echt schitterend. Dus ja, voor mij is het absoluut klank. Waar het uiteindelijk om gaat is... Of hier een soort structuurtje... een klankstructuurtje in zit. Waar ik zelf inspiratie van krijg. Om bijvoorbeeld solo improvisatie te doen. Of een solo concert. Maar als ik samen speel met anderen... dan doen die hetzelfde. Als we... improviseren. En waar dan al die klank samenkomt, ja, dan heb ik niet meer mijn bas en de ruimte om mijn inspiratie alleen uit te halen. Maar dan heb ik ook nog die andere klank van de anderen. En dat vergt weer een enorme oefening. Toen ik hiermee begon, kon ik niet vermoeden dat het een proces is waar je, ik hoop en ik vermoed, tot het einde van je leven je doorontwikkelt. Want je vindt steeds nieuwe dingen en het is een beetje alsof je al die technieken en die dingen die je kan doen, dat is
kan je een beetje zien als een soort vocabulaire, als een woordenschat, die je steeds maar uitbreidt. En die je ook steeds op kan, die heb ik gewoon paraat. Al die dingen, dat kan ik allemaal gewoon onmiddellijk doen. En met die woordenschat, met die woorden en die elementen, kan je elke keer weer een nieuw verhaal vertellen. Het is net als het schrijven van een boek. Er zijn niet zo heel veel woorden. Maar er worden wel miljoenen boeken geschreven die allemaal een andere impact hebben, een ander verhaal vertellen. En zo zie ik het, ja, de elementen, de techniek en alle klanken die ik voort kan brengen, zo zie ik dat ook. En nou, samen met anderen improviseren is dan met z'n drie of vieren, hoe groot de groep dan ook is, een verhaal vertellen. En dat verhaal, dat is elke keer weer anders. Terwijl je wel elementen, je kan hopelijk mijn manier van spelen herkennen als je dat hoort. Ik speel darmsnaren. Dat is gegarandeerd dat ergens bij een concert dat langskomt als, ja, dat is herkenbaar. Maar in de context of het stuk waarin ik dat gebruik, dat is onherhaalbaar. Dat is gewoon echt elke keer ter plekke bedacht. Iets wat ik nooit zal bereiken. Ik was in Californië. En daar was 's middags een aardbeving geweest. Maar toen was ik in de studio. Dus toen de hele studio, poef, die ging zo. Dus het was echt eng. Maar het duurde heel kort. 'S Avonds was er nog één. En toen, die studio was natuurlijk geluiddicht. Maar 's avonds was er nog één. Toen was ik bij iemand in huis. En daar kwam weer zo'n aardschok. Maar er kwam zo'n ongelooflijk diep gerommel. En dat, je kan je, geluid gaat natuurlijk door de lucht. Hè, het is een luchttrilling. Maar dit was niet een geluid wat door de lucht kwam. Maar het was gewoon de echte hele aardbodem die als een soort luidspreker een superlaag geluid gaf. Echt onbeschrijfelijk. En het was heel eng, maar ik was zo gefascineerd door die klank. Dat onvoorstelbare diepe en onbeschrijfelijk, die klank. En ik dacht, als ik dat kan bereiken op een bas, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar dat is wel echt inspiratie. Dit gaat echt boven mijn pet. Want het gaat op de een of andere manier, ja, je bent eigenlijk, is het alsof je op de luidspreker zit. Ja. Onvoorstelbaar.